We lezen 1 Samuel 1 vanaf vers 19 tot het einde. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden aan voor het aangezicht van de Heere. En zij keerden weer en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want, zeiden ze, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn geloften. Maar Hanna toog niet op, maar ze zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en een efa meel en een fles met wijn. En zij bracht hem in het huis van de Heere te Silo. En het jongsken was zeer jong. En zij slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, of mijn heer, zo waarachtig als u leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. Geliefden, wij mochten nou reeds 2 stilstaan bij de geschiedenis die u is voorgelezen. 1 Samuel 1. En we willen nu voor de 3e keer daarbij stilstaan. De eerste keer ging het over Hanna's tranen. En we zagen hoe die tranen waren veroorzaakt door Peninna met name. Althans, die heeft wel voor extra tranen gezorgd, die haar benauwde. Maar die tranen die dreven haar uit. Tranen die werden miskend door Elkana, die haar niet begreep. Althans, niet voldoende. Tranen die ze bracht bij God. En die heeft die tranen gedroogd. Hij begon in het heiligdom reeds die tranen te drogen. Omdat Eli, de hoge priester, ja, de stem van God mocht vertolken. Uw gebeden zullen verhoord worden, zo mocht hij haar toezeggen. En daarna hebben we stilgestaan bij het kind dat geboren werd, bijzonder bij de naamgeving Samuel, van de Heere gebeden. En we zagen hoe dit een kind was van gebed. Een kind van belofte en ook een kind van overgave. En nu gaan we naar het laatste gedeelte. En we lezen daarvan in de versen 24 tot en met 28. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts. Met 3 varren en een efa meel en een fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heren te Silo. En het jongske was zeer jong. En zij slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft. Mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heren te bidden. Ik bad om dit kind. En de Heren heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven. Al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar den Heere aan. Tot zover. Schrijf onder deze tekstwoorden Hanna's daad bij het woord. Hanna's daad bij het woord. In de eerste plaats het kind. De tweede plaats het offer.
En in de derde plaats de aanbidding. De daad bij het woord. Ja, dat kennen we wel, hè, van die stichting. Die grote stichting, waar u misschien ook wel aan bijdraagt. Woord en daad. Dat ziet dan op het brengen van het woord van God en de christelijke daad, de handreiking, die daarmee samengaat, die daarbij hoort. We gebruiken het ook wel eens in een andere context. Dan zeggen we, ja, maar je moet het niet bij woorden laten. Hè? Als je iets belooft, dan moet je het ook wel doen. Belofte maakt schuld. Ja, jullie hebben elkaar trouw beloofd. Als vrouw naar de man en als man naar de vrouw. Belofte maakt schuld. Die belofte heb je elkaar gedaan. Die belofte heb je aan de Heere gedaan. En de Heere is daar de toehoorder van. Dat is een belofte. Maar jullie hebben ook een belofte gedaan in het huwelijk. Dat je godzaliglijk zult wandelen. Dat je samen de Heere zult zoeken. En nu hebben jullie weer een belofte gedaan als ouders. Dat je je kind in deze wegen, de wegen van de Heere, zal opvoeden. Zal voorhouden wat nodig is om getroost te kunnen leven en getroost te kunnen sterven. Een gelofte aan de Heere. Ja, en wij kunnen wel eens zeggen, nou, ik heb wel eens iets beloofd, maar die ander is het misschien wel vergeten. Dat hoor je wel eens. En dan heb je iemand iets toegezegd en dan kom je dat inlossen. En dan zegt die ander, oh joh, daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Ben ik helemaal vergeten. Leuk dat je dat toch nog doet. Fijn dat je eraan gedacht hebt, maar ik was het helemaal vergeten. Nou, dat kan bij de Heere niet. Wij kunnen nooit een gelofte aan de Heere doen waarvan hij zegt, oh, maar dat vergeet ik wel. Als het lang duurt. Nee. Nee, ik moet denken aan Jacob. Jacob had de Heer een gelofte gedaan bij Bethel. Toen hij op de vlucht was voor Esau. En dan 20 jaar later hoort hij de stem van de Heer dat hij terug moet keren. Met zijn vrouwen en kinderen en vee. En als die dan bij Bethel komt, dan zegt de Heer, Jacob. Ik ben de God van Bethel. Je hebt mij wat beloofd. Je zou mij hier weer een offer brengen. Je zou mij hier weer aanbidden. Betaal uw gelofte. Ik kreeg die tekst mee bij mijn bevestiging als predikant in woorden van dominee van Aalst. Want dit gedeelte was voor mijn persoonlijk leven best belangrijk. Geloften aan de Heere doen. Daar kun je niet onderuit komen. De Heere vergeet het niet. Ik las het ook in de psalmen. Psalm 50 bijvoorbeeld. Offer gode dank en betaal de Allerhoogste uw gelofte. Of Psalm 76. Doet geloften en betaalt ze de Heere uw God. Allen gij die rondom hem zijt, laat hen, dien die te vrezen is, de Heere, geschenken brengen. Geloften inlos. Ja, je ziet dat Elkana dat doet. De jaren dat de kleine Samuel nog thuis blijft, nog wordt gespeend, zoals dat wel hier genoemd wordt, nog de borst krijgt. Dat gebeurde zo'n 3 jaar lang, dat een kindje moedermelk kreeg. Veel langer dan bij ons. Dus waarschijnlijk is Samuel dan uiteindelijk net 4 geworden. Als hij met zijn vader en moeder meegaat naar Silo. Maar je leest dan dat in die tussentijd Elkana ieder jaar naar het heiligdom gaat. En ook zijn gelofte de Heere betaalt. Dus blijkbaar heeft ook de man Elkana de Heere een gelofte gedaan. Net als zijn vrouw Hanna. En hij heeft de Heere beloofd, ik zal u een extra offer, een dankoffer brengen. Als u doet
wat u hebt toegezegd. Ja, wanneer geef je een gelofte? Wanneer doe je een gelofte? Er zijn mensen die doen geloften, ja, onder bepaalde dwang. Dat is niet aangenaam als je het onder dwang moet doen, vanwege de omstandigheden. Je kunt niet anders. Maar je doet het niet met een vrijwillig hart. En zoals jongens en meisjes, de militairen, Nederlandse militairen in 1940, de Duitsers moesten beloven dat ze nooit meer de wapens zouden oppakken tegen de Duitsers. Militairen die toen tekenden, hebben dat met grote tegenzin gedaan. En er waren er ook bij die zeiden, dat ga ik dus echt niet tekenen. Dan doe je het onvrijwillig. Maar jullie gelofte aan elkaar is vrijwillig geweest. Er was niemand die jullie dwong. En de gelofte die jullie nu hebben gedaan, hebben jullie ook vrijwillig gedaan. Maar wat is het ook een zegen als we de Heere een gelofte mogen doen? Ook als we geen huwelijk hebben zoals anderen of geen kinderzegen hebben ontvangen. Maar dat we de Heere mogen beloven, Heer, ik zal u dienen met heel mijn hart. Met al mijn kracht. Met alles wat in mij is, met mijn hoofd. Met mijn hart, met mijn wil, met alles wat in mij is. Ik wil u dienen. Is dat niet het grote gebod? Is dat niet precies wat de Heer Jezus zegt? Als de schriftgeleerden tot hem komen en vragen, meester, wat is het grote, het eerste gebod van alle? En dan antwoordt de Heer Jezus, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heer. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. Het liefdesgebod tot God, tot je naaste. En je naaste in de eerste plaats je vrouw, je man, je kinderen, de mensen om je heen, de gemeente. Maar ook ja, al de kringen weer daaromheen. Ja, we hebben het net ook gehoord vanuit het formulier. En u begrijpt, ik kan daar nu niet zo veel aandacht aan besteden. Maar één ding, dat moeten we wel eerlijk en helder steeds weer beleiden. Dit doen wij niet. Niemand. U niet en ik niet. Geen mens op aarde. De Heere zegt, ik heb op de aarde neergekeken en gezocht naar iemand die dit uit zichzelf deed. Maar er was niemand. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die God lief heeft. Boven alles en iedereen. Tenzij, daar komt het weer, hè? Tenzij we die tweede geboorte hebben mogen meemaken. De geboorte door de Heilige Geest. En waarvan we net hebben gehoord en gelezen, die geeft die nieuwe gehoorzaamheid. De oude gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan mijn ik en aan de zonde. Maar de nieuwe gehoorzaamheid is een gehoorzaamheid aan de Heere. Dat is een vrijwillig dienen van Hem. Dat is ook een willen geloven. Een willen geloven dat ik om Jezus wil rein ben, zalig ben. Dat het bloed van Christus, zoals het hier ook is afgebeeld, die rode ondergrond, reinigt, mij reinigt van alle zonden. Vrijwillig. De Heere zegt, ik maak dat mijn volk mij gewillig zal dienen. Hij breekt onze wil en maakt onwilligen, zo beleiden we met de Dordtse vaderen, gewillig. Gewillig. Dat we ja gaan zeggen. Ja, Heere. Wel, wat een zegen. Als dat mag gebeuren. Ja, en dan zijn we ook bereid om die liefdesoffers te gaan brengen. En dan wil ik eerst
ja, nog een keer een streepje zetten onder Samuel. Een kind. Nee, God heeft geen behagen in mensenoffers. Wat een verschrikkingen waren dat, hè? Wat een verschrikkingen. Dat kinderen werden geofferd aan de Baal. Maar God heeft geen behagen in zulke offers. Maar waar hij wel behagen in heeft, is als we ons kind aan de Heere mogen geven. Dan zijn er verschillende manieren van geven. Ik moet denken aan de brief van Samuel Rutherford aan een moeder die ontroostbaar was, omdat haar dochter was weggenomen door de dood. En dan schrijft Rutherford: maar moeder, u mocht uw kind teruggeven aan de Heere. Als uw dochter was logeren bij uw beste vriend, zou u dan nu ongerust zijn geweest over uw dochter? Nee, toch? Wel, ze is bij de beste vriend. En dan gaat hij verder en zegt: maar heeft die beste vriend dan geen recht op uw kind? Meente, dat blijft moeilijk. Maar als de Heere daar toch in meekomt, dan mag er toch wel eens ook een lijdzaamheid zijn. Dan mag er ook wel eens een volgen zijn. Heere, u doet het niet verkeerd. Maar wat is het ook een zegen als we ons kind mogen afzonderen aan de dienst van de Heere. Ja, we hebben dat eerder gezien. En dat Samuel door Hanna werd afgezonderd in het gebed om Nazireër te worden. Ja, om hier in het heiligdom te worden gebracht. Ze wist wat ze zei. Want dan zou ze hem een heel jaar lang niet kunnen zien. Ze zou niet voor hem kunnen zorgen. Maar ze zou hem dan brengen in de dienst van de Heere, opdat Gods koninkrijk zal worden uitgebreid. Wat heerlijk als jullie je kinderen zo mogen afstaan aan Gods dienst. Er zijn mensen onder ons, die hebben kinderen die mogen werken in de zending, of op andere plaatsen, of in het ambt. Dat is ook een afzondering, maar het is breder, hè? Het is breder. Laat ik je een heel eenvoudig voorbeeld geven. Ik ken een stratenmaker. En die man, terwijl hij aan het stratenmaken is, is hij altijd bezig met evangeliseren. Hij kan geen mens spreken of hij begint over de Heer en over zijn dienst. Ja, dat is ook in de dienst van de Heer staan. Net zo goed. U zegt dat is een groot offer wat hier Hanna mag doen. Ja, dat is een groot offer. Mag ze hier al niet lijken op die andere vrouw die eeuwen later bezoek krijgt van een engel, van Gabriel. En die engel die komt haar vertellen dat ze de moeder van de Zoon van God mag worden. Maar dat heeft nogal consequenties. Grote consequenties. En die engel gaat niet eerder weg voordat ze heeft geantwoord. En dan mag het antwoord komen uit het hart en uit de mond van Maria, want zo heet ze. Zie de maagd, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Het is goed, wat de consequenties ook zijn. Al verlaat Jozef mij dan. Ik wil de wil van de Heren doen. Het offer van Hanna, het offer van Maria. Maar zullen we nu nog eens hoger opzien? Wat gaf de hemelse Vader? Hij gaf alles wat hij had, zijn enige zoon. De evangelist Johannes is er vol van en daarom roept hij het uit. O, bedenk toch, zegt hij, die liefde Gods, hierin is de liefde Gods, jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En dan zegt Johannes, wilt u op hem lijken? Wilt u op hem lijken? Wilt u net als de Heere, als God de Vader, zo lief hebben?
En de Heer Jezus zegt het vanmiddag tegen u en tegen mij. Wilt u mij volgen? Ik heb alles verlaten, kon hij zeggen. Ik heb de hemelse heerlijkheid, de gemeenschap met mijn vader daar in de hemel, zoals ik die alleen kende, verlaten. Ik was rijk, schatrijk. En ik ben arm geworden om uwentwil. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers. Om mijn naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar hij zegt er ook tegenover dat wie dat niet doet, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Mag ik die vragen stellen? Hoe lief heeft u de Heer Jezus? Is er nog iemand of iets boven hem? Dan moet dat veranderen. We gaan naar onze tweede gedachte, het offer. Want we lezen dat ze niet alleen haar jongetje nu meeneemt naar de samenkomst, naar de tent van de samenkomst in Silo, maar ze nemen nog het een en ander mee. 3 varren en 1 eva meel, ongeveer 22 liter, en een fles, een zak waarschijnlijk met wijn. Dat nemen ze mee. Het is een groot offer. Dat blijkt uit het boek Numeri. Want in het boek Numeri staat dat als je een brandoffer of een slachtoffer brengt bij de Here, dan wel een dankoffer, dan moet je 1 rund nemen. Zo zal hij tot een jong rund offeren, een spijsoffer van 3/10 meelbloem, gemengd met olie, de helft van een hin. Maar je hebt het goed gehoord. Ze komen niet met 1 jonge stier, maar ze komen er met 3. En ze hebben niet 3/10 meelbloem, maar ze nemen 3 keer zoveel mee. Ze nemen 1 eva meel, dat is 3 keer zoveel. Daar zit toch wel wat in, vindt u niet? Het is duidelijk, deze mensen zijn niet arm. Deze mensen zijn wel gesteld. En ze kunnen zich dan ook meer veroorloven dan anderen. Later komen Jozef en Maria. Ja, die komen met 2 duiven, jonge duiven. En ook dat offer is aangenaam in de ogen van de Heer. Maar als we meer hebben, dan geeft de Heer ons ook grotere verantwoordelijkheid. Dan wil hij ook dat we relatief meer zullen bijdragen aan de dienst van de Heer. We lezen daarvan in de schrift. Paulus schrijft dat bijvoorbeeld. Beveel, zo schrijft hij aan Timotheus, de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. Nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaande meedelende zijn en gemeenzaam. Hoe meer ons gegeven wordt, geliefde, in materiële zin, hoe meer de Heer ook van ons zal terugvragen. Hoe groter de talenten zijn, hoe meer hij terugverwacht. Laten we dat niet vergeten. Wat heeft de Heer niet aan ons toebetrouwd? En geven we hem dan de restjes of mogen we meer doen? Mogen we rijk worden in goede werken? Gaan er mededelende zijn. Dat geldt ook van andere gaven. Als u de gave hebt van omgaan met mensen, doet u dat dan ook. Zoekt u mensen op, bemoedigt u mensen. De Heer geeft ons allerlei gaven om die te gebruiken in zijn dienst. Niet voor onszelf. Denk aan die talenten. Die knechten die kwamen terug bij hun meester en wat zeggen ze? We zijn lekker rijk geworden met wat u ons gaf. We hebben er goed aan verdiend. Nee. U gaf mij 2 talenten. Het zijn er
Het zijn er 4 geworden voor u. Het is voor u. De vreugde is dat het dan voor de Here mag worden gebruikt. Zo zien we ook de vrouwen rondom Jezus. We zien dat zij mogen dienen. Niet alleen met hun toegenegenheid, maar ook met hun goederen. Geldt ook van het offer wat eens Maria mocht brengen. De Heere wil dat we hem dienen met al de gaven die hij ons schenkt. En we zien het ook als gemeente. Denk aan 2 Korinthe 8. Daar lees ik dat de gemeente ging inzamelen voor de andere gemeente. Waar armoede was. Zo mogen we als gemeente ook diaconaal andere gemeenten steunen. En mogen we het werk in andere landen, in andere gemeenten steunen, maar ook in ons eigen land. Andere doelen buiten onze eigen gemeente steunen. Dat past hier allemaal bij. En dan gemeente onze laatste gedachte. De aanbidding. Want zij brengen dus het kind als gave. Ze brengen hem terug bij de Heere. Ze hebben een offer gebracht. Ja. Ja, niet vergeten dat ene offer, dat was wel een bijzonder offer. Die var, die ene stier, 1 van de 3, die moest geofferd worden aan de Heere. Dat wijst op het brandoffer. Dat geheel verteerd moet worden. Dat wijst op de verzoening. Maar dan de aanbidding. Luister eens, ze vertelt het aan Eliana. Blijkbaar heeft hij haar niet meteen herkend. Ze zegt, meneer, ik was die vrouw. Weet u nog, van een aantal jaren geleden. U sprak mij aan. En toen heb ik de Heer gebeden. En ze zal er vast bij gezegd hebben. Toen heeft u gezegd, de Heer zal dat gebed beantwoorden. Ik bad om dit kind. En de Heer heeft mij mijn beden gegeven. Die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heer overgegeven. Al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. Hij is van God. Kom hem terugbrengen. Mooi hè, kind in de gemeenschap brengen. Ik moest er net even aan denken toen de babytjes werden binnengedragen. Net als die Samuel binnengebracht werd. Hier is hij, van de Heere gebeden. Hier is hij. En wat ik nou zo mooi vind is dat Elkana het van harte eens is met Hanna. Hij is van de Heere, Hanna. We gaan hem bij de Heere brengen. Ons kind komt hem toe. Het is zijn kind. Ze aanbidden de Heere hiermee. Dat betekent hem de eer geven. Het is van u en het blijft van u. Maar wat ik nou zo opvallend vind, geliefde, is dat er ook nog iets wordt gezegd over dat kleine jongetje. Het laatste van het hoofdstuk. En hij bad aldaar de Heere aan. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, dat ziet op Elkana. Elkana gaat daar namens het hele gezin de Heere aanbidden. Maar er zijn ook verklaarders die zeggen, nee, dat is toch niet, dat is niet logisch gezien de hele context, gezien het feit dat de naam van Elkana helemaal niet gebruikt wordt. Maar het over Samuel gaat. Dit moet toch echt wel slaan op Samuel. Al slaat het ook op Elkana. Zeker, die heeft de Heer daar ook aangebeden. En Hanna, dat hebben ze samen gedaan. Maar in gedachten zien we ze daar met z'n drieën. Door hun knieën gaan. Ook dat kleine jongetje. Dat valt daar plat op de grond. Het bidt de Heer aan. Zo heeft moeder Hanna hem mogen opvoeden. En de Heer heeft dat onderwijs willen zegenen. En de Heer heeft willen geven. Dat lees je in deze geschiedenis. Dat niet alleen Elkana en Hanna bereid waren om dit kind af te zonderen. Maar dat ook dit kleine jongetje bereid gemaakt werd. We lezen niet dat hij tegengestribbeld heeft. We lezen niet dat hij weer mee terug wil naar huis. Nee, hij blijft daar. De Heer heeft zijn jonge hart gewillig gemaakt. Een klein lammetje in zijn armen dat de Heer heeft liefgekregen. Ja, dat nog heel veel moest leren. De stem van de Heer, hij kende die nog niet. Zo lezen we later. Maar de Heer heeft dat hart
al willen vervullen met zijn liefde. Wat een gave, wat een genadegave. Ouders, wat zou het toch, wat zou het bijzonder zijn als je dat bij je jonge kinderen mag bemerken. Daar is liefde tot de dienst van de Heer. Ja, daar is liefde tot het woord van de Heer. Daar is liefde tot hemzelf. Breng het maar weer in gebed. Heren, zou u dat verder willen uitwerken, willen versterken? Maar laten we er wel acht op geven dat ook in onze tijd daar van die kleine Samuels zijn en meisjes zijn die zo de Heren mogen dienen, die de Heren aanbidden. Opdat zijn naam zal worden groot gemaakt. Eigenlijk hoor ik hem zachtjes zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daar hoor ik Elkana zingen. Leer mij, o God van zaligheden, zijn leven in uw dienst besteden. En daar hoor ik Hanna zingen. Ja, leer mij, leer ons, o God van zaligheden, mijn, jouw, ons leven, ja, zijn leven in uw dienst besteden. Zingt u mij? Amen.